Yo gasten van YouTube, ik ben Mitchell met vandaag again een gloedje nieuwe Roblox video. Dit is de derde dag op rij alweer dat er geüpload wordt, jongens en meisjes, dames en heren. Vandaag zitten wij in de dropper van Roblox. En we beginnen met de normale modus, want zo goed ben ik nou niet. Doe alvast een blauw duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt, jongens en meisjes. Dat zou ik waarderen. Oké, als je niet weet wat een dropper is, je moet dingen ontwijken. Maar hier is helemaal niks, dus er kan helemaal niks fout gaan. En bam, we hebben hem gehaald. Let's go. Op naar het volgende level. Deze zal wel moeilijker zijn. Ik ben niet zo goed hoor in de dropper. Ja, we hebben hem gehaald. Let's go. Weet jij nog een leuke Roblox minigame? Laat het even achter in de reacties. Dan gaan wij kijken of we die kunnen spelen de volgende keer. In de volgende video. En we moeten hier allemaal sneeuwmannetjes ontwijken. En dat zijn er een hele hoop. Ja, we hebben het weer gehaald. Ik zei dat ik niet zo goed was in de dropper. Maar het gaat aardig goed tot nu toe. Oké. En door alle lollies, alle snoepjes ontwijken. Dames en heren, jongens en meisjes. Op mijn eerste Roblox video. Nou ja, eerste. Ik ben af. Op de Roblox video die ik 2 dagen geleden heb geüpload. Heb ik jullie gevraagd om jullie lievelingssnoep. Ik heb daar nog geen reacties op met lievelingssnoep. Wat... Jongen, ik ben toch wel slecht. Wat ik wil gaan doen is... De volgende... keer dat ik zoiets vraag, dan laat ik een paar van die reacties zien in mijn volgende video. Dus dames en heren, wat is jullie lievelingssnoep? Laat het even achter in de reacties. Ik kan niet beloven of het de volgende video is. In ieder geval één van de volgende video's staat het erin. Want soms neem ik 3 video's op een dag op. Soms neem ik 1 op een dag op. Dus je ziet jouw comment, jammer, vanzelf wel voorbij komen. Dus laat even in de reacties achter wat jouw lievelingssnoep is. En welke game ik de volgende keer moet doen. Dit lijkt wel de moeilijkste. Dit lijkt wel de moeilijkste dropper ever. Ik denk dat ik daar wat meer naar voren moet. Nou, hier zo ontwijken is op zich niet zo'n probleem. Mijn hoofd heeft het wel gehaald. Dat is 1 ding wat zeker is. Oké, let's go. Jongens, meisjes, daampies, herenties. Ik moet dit gewoon gaan halen. Oeh, bijna. Ik had niet naar voren moeten gaan. Oké, nog een keer. Let's go. Let's try it. Let's go. Alle lollies ontwijken. 1, 2, huppakee. Ook de lollystokjes natuurlijk. Hier meer naar achter. Ja, we hebben het eindelijk gehaald. Let's go. En we gaan door. Ik weet niet welk level dit is. Dit is volgens mij level... Oh, dit is level 5 zie ik in beeld. Wat ik hier moet doen, heb ik geen idee. Ik denk in het midden moet blijven. Let's go, we hebben hem gehaald. Die was best makkelijk. En hier moeten wij... Wow, dit is heel raar. Bomen met wolken ontwijken. En nou zitten we ineens onder de zee. Maakt helemaal niet uit. Dat kunnen wij natuurlijk gewoon aan, want wij kunnen zwemmen. Ik heb een zwemdiploma. Laat even in de reacties achter of jij een zwemdiploma... Nee, dat is te veel gevraagd. Jullie geven al je snoepjes aan... Bang, level 8. Nou gaan we lekker, jongens en meisjes. Ik zal het linkje van de dropper... Oeh, we moeten allemaal tablets en telefoons ontwijken. Ik zal het linkje van de dropper achterlaten in de beschrijving... zodat jullie de game ook gewoon kunnen spelen. Misschien is dat wel een... Oeh, deze is heel moeilijk. Deze ziet er heel moeilijk uit. Ja, we hebben hem gehaald. Let's go. En we gaan gewoon door natuurlijk. Zal ik gewoon recht blijven? Nee, hoeft niet. Ik moest... Oeh, bad eentjes met bubbels, jongens. Ik ben dol op bad. In bad liggen is echt het beste wat er is. Lekker ontspannen. En we moeten hier zo allemaal mandarijntjes of bloemetjes, whatever het is, ontwijken. En we halen het gewoon. Level 12. We gaan ineens kei en knijterhard. Regenbogen, maar dit is best... Oeh, deze is nog lastig. Want het inschattingsvermogen... Ja, het inschattingsvermogen is lastig met deze. Maar we halen het gewoon. De volgende. Dit is Thomas de trein, zo te zien. Level 13, ongelukslevel. Maar we kunnen het halen. Hoe een trein, hoe een spoor. Treinspoor. Helaas, pindakaas. Zo werkt deze dus. Dan weten we dat ook weer.
Zo, hup, er langs. Zo, er langs. En dan beland je zo voor de trein. Dat is helemaal niet de bedoeling. Deze lijkt wel onmogelijk. Maar we moeten het kunnen. Ja hoor, we hebben hem. Let's go, level 14. Level 13 was een beetje... Oeh, deze ziet er ook heel moeilijk uit. Alle lasers ontwijken. Ja hoor, we gaan hem halen. We hebben hem gehaald. Bang, let's go. Huppakee. Oh, deze is ook best lastig. Ik ging gewoon over de grond. Of over de muur. Yes, let's go. Deze ziet er ook heel lastig. Oeh, mijn ogen worden een beetje verblind. Mijn ogen worden een beetje verblind. Maar we kunnen dit. Let's go, lekker bezig. Level 17 alweer. We gaan hartstikke snel. Hoe kan dat? Oeh, dit is raar. Deze is heel apart. Oh, maar we zijn er gewoon doorheen. Dat eerste deel is denk ik het moeilijkste. En nou raak ik net de onderste natuurlijk. Dit is echt een typisch Mitchell dingetje weer. Dit is echt typisch iets voor mij. Waar raakte ik hem nou? Ik snap er helemaal niks van. Let's go, springen. Huppakee. En nou gaan we hem wel halen. Nou gaan we hem halen. Nou gaan we hem halen. Ik voel het. Ik voel het. Yes! Ik heb het goed gevoeld. Level 18. En dit lijkt wel een beetje op de gevangenis uit Mad City. Wil je dat ik Mad City ga spelen? Spam dan even Mad City in de comments. Want ik heb dat heel lang niet meer gespeeld. En ik weet niet of dat nog leuk is om naar te kijken. Dus spam gewoon even Mad City in de comments. Als jij wil dat ik weer Mad City ga spelen. Want dat vond ik altijd wel leuk om te doen. Oh nee. Het coronavirus, jongens en meisjes. Het coronavirus. Oeh. En we hebben het coronavirus niet gekregen. Lekker bezig. Peppa Pig. Is beter dan Piggy, hè? Is wel beter als Piggy dat ik Peppa Pig moet ontwijken. We hebben hem gehaald. Level 21, jongens. We gaan hartstikke hard. We gaan hartstikke hard. Yeah, boy. Level 22. We gaan echt heel goed. We zijn heel goed bezig. Ja, ja. Yes, let's go. Oké, ik zie hier allemaal lasers of zo. Ik ben benieuwd of ik die lasers ga raken of niet. Maar ik hoop van niet. Ik hoop van niet, zei ik al. Maar ik heb hem helaas geraakt. Dat betekent dat we hem opnieuw moeten doen. Dat is geen enkel probleem, want dat gaan we gewoon even doen dan, hè. Joep-doep-doep-doep. Joep-doep-doep-doep. Oh! Ik hoefde het laatste stuk gewoon helemaal niks te doen. En hier moeten we allemaal pushes gaan ontwijken. Want we zijn een muis als ik het net goed zag. En ik ben helaas op een push terechtgekomen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want we kunnen hem gewoon opnieuw en opnieuw blijven doen, jongens en meisjes, dames en heren. Ja, ja, ja. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Dat is gewoon de truc. Je moet gewoon naar voren blijven gaan. En daar een stukje naar achter dus. Je moet naar voren en dan gelijk weer een stukje naar achter. Voren, 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 voren. Achter. Ik was te snel naar achter. Ai, ai, ai. Dit is echt weer een dingetje voor Mitchell. Ik ben echt een pannenkoekenbakker soms. Ik haalde hem gewoon zonder moeite te doen. Hoe kan dat nou? Jongens, level 25. We gaan echt als een speer. Hier moeten we alles snel wegen of auto wegen of whatever het is ontwijken. Ja, ja. Ik ben best goed in dit spel. Ik ben er best goed in. Ik dacht dat ik er hartstikke slecht in zou zijn. Ja, 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 ja. We hebben hem net. Level 27. Alles is wit. Dit ziet er wel heel lastig uit eigenlijk. Daar is een pijltje dat we naar voren moeten. Dan gaan we naar voren. Ik land ernaast. Oké, laten we gewoon recht naar beneden blijven gaan. Het is gewoon een troll dat hij zegt je moet opzij. Oh nee, dat is geen troll. Ik moet echt precies goed landen daar. Oké, nou dan doen we het zo. Zo moet ik hem wel gaan halen, toch? Of zie ik dat verkeerd? Zie ik dat verkeerd? Zie ik dat verkeerd? Iets naar voren. No, ik moest nog iets naar voren. Zo'n klein mini, 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 mini stukje. Gaan we hem halen. Yes, we hebben hem. Level nummer 28 alweer. Oké. Oeh, allemaal enge spinnen. Allemaal enge spinnen. Oeh, ja, ja, ja.
Bang! We hebben hem weer gehaald. Level 29. We zijn bijna bij level 30. En hier moeten we allemaal garnalen of zo ontwijken. Ik weet niet precies wat dit is. Krabben. Dit zijn allemaal krabben. En we hebben het ontweken. Oké. We gaan tot level 35 deze aflevering, jongens. Daarna kijken we altijd nog verder. Oeh, ik had hem bijna. Level 35 moet toch te doen zijn. Level 35 moet lukken. We zijn net al door 30 levels heen. Ja. Oeh, hij wordt moeilijk daar. Je moet ineens switchen. Je moet ineens anders gaan nadenken. Maar dat maakt verder niet uit. Want we gaan het gewoon weer proberen. Vallen en opstaan, jongens. Die boom zat in de weg. Stomme boom. Ik moet naar rechts en rechtdoor. Dus daar. Oké. Net. Met mijn hoofd raakte ik net iets, denk ik. Oké, nog een keer. Nog een keer. Ja. Ja. Nee, bijna. Tot level 35. Moet lukken, jongens. Kom op. Jeetje mineetje. Laten we het anders via links proberen. Misschien is dat... Nee, dat ga ik niet redden, denk ik. Ik ga het gewoon nog een keer proberen via links. Oh. Daar ging wat fout. Ik weet niet wat daar gebeurde. Maar we gaan het halen. Of toch niet? We moeten het toch wel een keer halen, zegt Potjandokus. Oké. Voorzichtig, Mitchell. Voorzichtig. Jij kan dit. Jij kan dit. Ja, we hebben hem eindelijk gehaald, jongens. Volgende level. Let's go. We moeten hier allemaal rozige fakkels of zo ontwijken. Ik ben al kapot gegaan, dus maakt niet uit. Maar dit moet goed komen. Ja hoor, we hebben hem. Oké, jongens, mijn camera viel even uit. Maar we hebben hem nog niet gehaald hier zo. Het schaakspel. Moet te doen zijn. Het moet te doen zijn. Bang! We hebben hem gewoon. Oké, level 33, jongens en meisjes. Nog twee levels. Oeh, deze ziet er wel heel lastig uit. Het is moeilijk inschatten, die diepte. Het is heel moeilijk inschatten. Maar we kunnen dit wel. We kunnen dit. Ja. Net niet! Net niet! Oké. Dit is gewoon de moeilijkste obby ooit gewoon. We moeten het halen. Het moet lukken. Het moet lukken. Hoe kan dat nou? Nog een keer. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Let's go. Hup. Drop. Vallen. Ja, nee, jammer. We proberen het gewoon nog een keer. Want wie niet waagt, wie niet wint, zeg ik altijd. Altijd dingen proberen. Ook als je eten niet lekker vindt en je moeder zegt van, je eet het gewoon op. Gewoon opeten, gewoon proberen. Voor hetzelfde geld vind je het wel hartstikke lekker. Dat is hoe ik het altijd van mijn moeder heb geleerd. Ik heb hem gehaald. Oké, deze nog halen. En dan de volgende nog. Oeh. Oké, droppen, vallen. Ja, goed bezig, Mitch. Goed bezig. Yes! Oké, jongens, dit is de laatste. En daarna gaan we een andere keer verder. Maar deze ziet er ook heel lastig uit. Als ik hem in één keer haal, ben ik wel een pro, hoor. Ja! Ik ben een pro, jongens, meisjes, dames en heren. Ik wil jullie van harte bedanken voor het kijken naar deze video. Laat in jouw reactie. Tuurlijk is het jouw reactie. Maar laat in de reactie, in jouw reactie, achter wat jouw lievelingssnoep is. En ik laat er een paar zien... In de volgende keer dat ik de dropper ga doen, denk ik. Ik weet niet wanneer dat is. Dat kan morgen zijn, dat kan overmorgen zijn. Van de week doe ik in ieder geval de dropper. Dus laat jouw lievelingssnoep achter in de reacties, jongens en meisjes. Doe een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Dat zou ik hartstikke tof vinden. Met je rechterhand is voor extra geluk. En met je linkerhand is voor heel veel geluk. Dus met alle twee de handen liken, dan heb je super veel geluk in je leven. Dames en heren, jongens en meisjes, thanks voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan check ik jullie later. Adios.